Een hele goede middag, lieve vrienden. Welkom weer bij een gloedje nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds vrijdag, de 4e oktober. Ja, 4 oktober. Is het nog geen dierendag of is dat morgen? Oei. Gaan we even kijken, want ik heb de computer ook nog niet aan. Oh, wat. Ik geloof dat het vandaag is, hè? Dierendag. Ja, vandaag. Oh, moeten jullie verwennen ook nog? Ook dat nog? Oh, de dikkie. Nou, dat doen we vandaag ook nog, hoor. Ja, hoor. Ja, hoor, dat krijgen jullie wel. Vandaag 4 oktober, Dierendag. Ja, dat is holt geen kost, hè. Ja. Mijn ex-schoonvader had ook vandaag jarig kunnen zijn en die vierde het ook al in de hemel. Ja. Ja, want die was gelijk met Dierendag jarig. Ja. Zullen er wel meerdere jaren zijn. En voor degenen die jaren zijn en nog op aarde rondlopen, van harte gefeliciteerd. Ja. Het is inmiddels ook alweer 14 minuten over 3, bijna 4:15 en het is 14 graden geeft ze aan. Ik niet weten. Telefoon staat 15. 15 voelt aan als 14. Ook goed, ja hoor. En waarom ik zo laat ben, nou ja, ik werd zo beroerd wakker en alles deed me zeer. En, nou ja, mijn rug doet me nog zeer, maar... En mijn linkerkant, nou hè. Maar het begint ook alweer ietsje minder te worden, hoor. Ja, moet ik wel erbij zeggen. Maar ik had oorpijn, alles deed me zeer. Ik denk, nou, we gaan niet ziek worden, want ik wil morgen toch op stap. Ja, morgen gaan we weg. Waar naartoe? Weet ik niet. Nee, is voor mij ook een raadsel en een verrassing, et cetera. Maar we merken het wel, want jullie gaan ook gewoon gezellig mee. We moeten het, geloof ik, ook al heel vroeg eruit. Dus ja, dat dus. Maar nu gaan we lekker lopen. En als ik terugkom, nemen jullie niet mee. Ja, mijn telefoon sowieso. Maar dan moet ik even naar de DA. En ik moet eventjes naar de Vomar. Ja, ik moet toch even wat dingetjes halen. Ook vanmorgen onderweg weg. Even nog een zak snoepjes erbij. Ik moet de tas weer pakken. Ja, had ik hem nou maar niet opgeruimd, want nou heb ik hem toch weer nodig. Dat dus, ja. Maar ja, komt allemaal goed. We houden gewoon vol goede moed. En ja, ik weet ook niet wat ik morgen aan moet. Ik heb nou wel mijn goede trui aan met mijn oude broek. Moet ook kunnen. Ja, dat ik denk, dan kijk ik even wat makkelijker uit de voeten. Dan hoef je niet om een rok of een jurk te denken. Dus hoppa. Ga met die banaan. Ja, ik zag ook wat zweven, maar of het nou daar was, dat weet ik niet. Daar zie je niemand lopen, dat zie je daar. Maar ik kan ook een vogel geweest zijn, dus ja, dat dus. Maar in ieder geval, lieve vrienden, geniet, want het is weer prachtig mooi weer. Ik zie wel een streep, maar die streep lost weer op. Daar gaat ook een streep, maar die lost ook weer op. Dus dat zijn geen chance trails. Niet die wat wij bedoelen. Het zijn wel vliegenings, oftewel vliegtuigen, maar die strepen lossen weer op. Dus ja, daar ben ik wel weer blij mee. Geen chance trails in die mate dat ze blijven hangen en dat we boterkaas en eieren krijgen. Want de lucht is verder egaal blauw. Heerlijk. Ja, ik zie geen wolken, niks. Echt. Niet. Ja, nou, het is bizar zo mooi. Krijg ik de kriebel in mijn keel. En ik zit met mijn slang. daar met een slang van mijn lendersteun. Daar heb ik een pompje. Dat is deze. Maar ja, die zit dan in een klemmetje, tussen een klemmetje. Maar dat zat een beetje raar, zoals het niet moest. En nou zit hij weer goed. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van alles. En geniet ook gewoon weer een beetje mee, ondanks dat ik laat ben. Nou ja, lekker belangrijk. Heb ik ook bewust gedaan trouwens, vanwege morgen. Want ik denk, als ik nu slaap, hoef ik vanavond en vannacht niet te slapen. Dan hoef ik maar een kleine, nou misschien een uurtje te slapen of wat dan ook. En dan ben ik er weer. Maar ik ga met de meisjes even door. Dus ik zou zeggen, tot later. En we zien elkaar gewoon weer. Ja, tot dan. Ja, de meisjes die zijn weer terug met mij. Natuurlijk, wij zijn weer terug, maar ik ga weer weg. Ze hebben een snoepje gehad en ze hebben een koekje gehad. Dus ja, dat wordt ook weer, dat is ook weer op. Ja, ik ga nou de stad in, maar ik laat jullie thuis. Ja, lucht, hè, valse lucht met snoepjes. En je komt van buiten naar binnen en de temperatuur verschilt nogal een hoop. En ik zit me nou dus rotte zweten. Hoe word ik ziek? Op die manier. Maar ja, ik voel me nog niet ziek, dus we gaan er gewoon weer vandoor. Ja, ja. Ik heb ook geen hoofdpijn, niks. Nee. Het is mijn onderlichaam wat niet wil. Ja, ik kan er niks aan doen, maar we gaan gewoon door. Ja, echt wel. Ik zou wel moeten, hè? Anders komen we er niet. Nee. Maar in ieder geval, ik weet niet wat jullie moeten doen. Misschien moeten jullie ook wel boodschappen doen. Ja, wat weet ik ervan. Maar dan doen we het samen. Jullie daar en ik hier. Dus ik zeg, geniet. En tot later. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Daar heb ik wat boodschappen. Ik had ook even bij de DA geweest om dat te halen. Want ja, ik moet morgen in auto wel pijnstillers hebben. En dan ga ik niet met dit onderweg. Nee. Dat doe ik met een lepeltje. Dus. Maar in ieder geval. Hè, dametjes van het goede leven. Ja, dat zit voor jullie ook wat in de tas. Ja, echt wel. Zit daar ook wat in voor jullie. Ja. Ja, echt wel. Ja, we gaan nog uitpakken. En dat is een vrouwtje. Oeh, ja, lekker, lekker. Zo. En dat is een vrouwtje. Komt in de bloempot daar weer te staan. Dan zit ik op een kleintje. En dit is een vrouwtje. Ja. En die is ook een vrouwtje. En ik weet niet of dat past. Dat weet ik niet. Ik ga hem even halen. Mag ik even door? Ja, ik moet even iets pakken. Ik weet niet of dat past. Ik ben bang voor niet. Dat is te smal wordt. Ja, dat wordt te smal. Ja, dat wordt te smal. Daar past hij niet in, denk ik. Nee, die is te dik. Die is te dik. Die kaas is te dik. Ja. Dat kan er wel uit. Kijk, dat past niet. Nee, dat past niet. Maar dat maakt niet uit. Ik ken er wel vaccinelichtjes in. Dat dus wel. Maar ja, ik heb een paar vaccinelichtjes die branden, geloof ik, 3 uurtjes. En dan zijn ze op. Ja, wel jammer, maar het is niet anders. Nou, toen heb ik. Hoppa. Nou, zullen we daar gelijk weer even wat in doen. 2. Zo. Hoppa. En deze is voor de salontafel, daar voor die andere 2. Dus die leg ik even hier neer. En dan gaat die. Ja, want die is. Kijk, die wil ook niet meer. Nee, die wil niet meer. Dus. Pak er gewoon een vaccinelichtje. Huppa. En dat wil weer wel. Maar we gaan verder. Ik heb voor Karin, althans voor Karin. Ja, Karin moet het gebruiken, maar die mag het niet opeten. Maar wat er in de buik zit, die mag het straks wel opeten. Vroeger heette het Molenaars Kindermeel, maar het heet nou rijstenbloem. Zonder toegevoegde suikers, zonder conserveermiddelen. Dus ja, het is gezond. Ja, en het mag vanaf 4 maandjes. Dus ja, moet ik even denken. Ja, dan dus. Want het is tot november ander jaar houdbaar. Dus dat ga ik straks inpakken en dat krijgen ze morgen, hè? Ja. Kijk, klein rijtje voor je. Ja, gewoon leuk. Want hier werden wij vroeger groot meegebracht. Het was vroeger Molenaars Kindermeel. Nou, gewoon wel bij de Vomar dus. Maar het heet anders. Ja. En andere verpakking. Het zat toen in een doos. Ja. Dat dus. Maar het heeft nou gewoon een andere naam. Helaas, daar kan ik ook niks aan doen. Nee, maar ik ben er wel blij mee. Hebben jullie het nou goed gezien? Rijstenbloem. Het is van Olvarit. Nou, bij Olvarit geloven we in het goede van granen en pure ingrediënten. Ja, het is nou van Olvarit. Dus ja. Ik ben blij ermee dat het er nog wel is, want daar zijn wij vroeger mee grootgebracht. En toen heette het Molenaars Kindermeel. En dat zit dan begon bij je in ons hoofd. Dat niet alleen ik en mijn broers zijn er mee grootgebracht, maar ook mijn kinderen. Dus Hart, mijn zoon. Annie, mijn dochter. Karin, waar ik het nou over heb. Mijn andere dochter dus. En dan mijn jongste dochter, Katja. Dus ja, dat dus. Ja, nou dan heb ik 2 kaars. En ik denk trouwens wel dat jullie, de ouderen van ons, Molenaars Kindermeel ook nog wel kunnen. Ga maar het er eens over hebben met de familie. Wie kent Molenaars Kindermeel nog? Zoek het op internet, want ook dat oude verpakking, dat doosje, dat staat op internet. Dus ja, helemaal geweldig. Ik ben er echt blij mee dat het er dus nog wel bestaat. Super. Nou, die snoepjes moet ik ook morgen mee. Ik heb de tas ook al gepakt trouwens. Die gaat ook mee. Of ik ervan eet, weet ik niet. Maar ja, je bent de hele dag onderweg. Ik ben eigenlijk op dieet om al wat af te vallen. Maar je wilt op zo'n weg, je wordt zo flauw, ja, je moet toch wat hebben, je gaat toch buiten je boekje, ja toch? Oh, en dan heb ik brood, daar heb ik er 4 van, gewoon die zakken weer, maar dan heb ik ook nog wat van mijn meisjes, ja, mijn kereltje die is boven, die heb ik ook nog niet gehoord, maar ik heb hier wat voor de meisjes. Ducksticks. Dus ja, dat gaan ze gewoon krijgen. En al eten ze het hele zakje leeg. Dat maakt mij niet uit, weet je. Het is Dierendag. Ja, jullie krijgen. Jullie krijgen. Maar dan heb ik de camera even nodig. Eerst Rijka. Oei. En dan hebben we Elwin aan deze kant. Wat ben je? Kom eens hier. Kom daar naartoe. Juist zo. Kunnen we even. Nou zien we het je beter. Zie je wel? Oh, dat vind ik zo mooi, hè? Ja, echt geweldig. Ja, en dan krijgen we straks gewoon nog 2. En dan weer 2, want er zaten er 6 in. Ja, dus voor iedereen nu nog 2. Nou, toppie toch? En dan ga ik het brood, ik heb nog brood in de magnetron, maar hoeveel daar hoe in ligt, weet ik zo wel niet. En ik wil vanavond ook nog even eten. En ik heb helemaal geen zin om te eten, maar ik zal toch moeten eten. En ik moet ook nog klaarmaken voor morgen, dat het allemaal klaar staat. En ik moet nog een vlog in elkaar zetten. De computer is nog niet aan en ik had ook een vlog in elkaar moeten zetten voor Karin, voor de 7e. Het is morgen de 5e. Gouden zevende, maar dat weet ik niet eens iets zeker. Want dan kan ik die zondag desnoods doen. En ik moet dat tasje ook leeg hebben, want die moet aan mijn stuur hangen, want dan moet mijn stok in, want ik heb geen stokhouder aan de rollator. Nee, dus dat. Ja, dat dus. Ik heb nog meer voor jullie. Oeh ja, ik heb nog meer voor jullie. Oeh ja, oeh ja ja ja, oeh ja 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 ja. Oeh, is die voor Rijka? Ja. Jij ook hè? Kom dan, kom dan, kom. Nee, kom, kom dan. Kom dan. Kom hier. Kom op schoot. Kom dan. Kom op. Ja, kom. Kom dan. Nee? Dat doet ze toch niet. En toch heeft ze ooit één keer op mijn schoot gesprongen. Ik schrok me wezenloos. En toen liep ik nog bij Serrelo. Ik ben trouwens blij dat ik daar weg ben met dat achterlijke zootje daar. Tjonge nog aan toe. Die lui die deugt er echt niet. Ook de leiding niet. Als ik de stad inga, ik rijd er 9 van de 10 keer langs. Had je maar op. Had je helemaal op. Dat is zo lekker. Nou, jij ook nog hè, de laatste. De laatste. Oeh, lekker, lekker, lekker. Oh, heerlijk, geweldig. En dan kan dat weggegooid worden. Zakje hier weer. Ja, waarom ook niet. En er was gebeld. En ik heb een klein vermoeden dat het Mary was. Want ik was ingesproken. Dus ik drukte erop om het gesprek te beluisteren. Maar weer. Tudelulut, tudelulut. Ja, hallo, praat. En dat getudelulut heb ik niks. Ja, zo bizar iedere keer. Maar ja, in ieder geval, ik ben blij dat ik de boel binnen heb. En ik ga het brood opruimen enzovoort. Ik heb koffie, dus ik ga lekker even genieten en de computer aandoen. En dan zien we wel weer. Ja, dat dus. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. En sparkelketen, bon appétit. En een hele fijne liefdevolle avond gewenst. Tot later. Ga je daar liggen? Hm? We gaan zo een bedje toe. Nee? Ja, we gaan zo een bedje toe. We gaan kruik klaarmaken voor mijn koude voeten. En dan gaan we naar bedje toe. En het is nog vroeg, want het is 2 uur. Nee, 2 uur. 22:47. Dat dus. Lekker betijd. Maar het zal ook wel moeten. Want ik moet er straks ook weer uit. Om 1 uur of 4. Dat dus. Dus ja, dan moet ik wel weer wel wat kunnen geslapen hebben, laat ik maar zeggen. Ja, en ik heb jeuk. Het wil me niet over. En jeuk is soms nog erger wezen dan pijn, hè? Ja. Maar ja, gaat ook wel weer over. En nou is het 22:48. Dus ja, nog ineens geen 11 uur. Dus ja, wij gaan lekker naar bedje toe. Ik heb de meisjes even in de tuin gelaten, want ik moet er vannacht met ze lopen. Oftewel straks over een paar uurtjes moet ik met ze lopen, voordat ze weggaan. Dus ja, dat dus. Die moet ik wel bij de hand houden, maar jullie moeten aan de stroom. Die kan opgehangen worden nog en ik moet nog een kruik klaarmaken. Mijn telefoon gaat bovenaan de stroom, jullie gaan op de eettafel op de stroom. Dus ja, dat dus. Dus ja. Wij, Kandof is alweer boven, mevrouw of madame Rijka ligt op de bank, in een rolletje. En madame Elwin die ligt Hiro. Namens hun ook wens ik jullie wel te rusten toe. Slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard ook allemaal weer gezond uit je bed zien te komen. Ja, jullie weten het. God die houdt over ons allemaal immers de wacht. Daarom zeg ik gewoon tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei, tot straks, over een paar uurtjes. Doei!